Dames en heren, zijn jullie klaar voor een vissimulator? Waarom ben jij ineens een chick? Je was vorige keer nog een guy met een snor. Wat, wat ben ik een chick? Wie is een chick? Wow, what the... Waarom... Dit is een rockstar, Kaak. Dit is geen vrouw, dit is een rockstar. Bro, ik dacht echt lekker wijf op die dok, bro. Ik loop er naartoe, hij heeft snor. What the fuck? Ik ben letterlijk een catfish, bro. Kijk dit! Kijk dit! Ja, je hebt gelijk. Kijk dit! Lekker wijf! Toch niet! Kijk dit! Wat gebeurt? Gewoon belangrijk, bro. Kijk dit! Lekker wijf! Toch niet! Ja, op afstand is die snor weg, ja. Echt zo! Chicky! Toch niet! Oh, wat de fuck? Ja, goed punt. Bro. Weirdo, bro. Oh, ja. Zo, okay. Jij gaat ineens dat je knieën is, oké? Oké, ja, wacht. Okay. Het is opeens heel gek als ik er zo uitzie. Heel raar, ja. Oké. Okay. Nou. Ik heb een pin neergezet, boys. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Ja, ik ben helemaal mee eens. Hey, okay. Zou Enzo niet komen vandaag? Niet dat ik Jasper niet leuk vind, hoor, maar... Ik was dus net bij Enzo. Ja? En die had dus nog best wel wat dingen te doen, zei hij. Dus die, helaas kon hij niet mee. Helaas. Ik had helemaal op Instagram al gezet, misschien special guest, dit, dat. Ben ik dan nooit jouw special guest? Jij bent altijd mijn special guest. Jij bent mijn beste vriend. Waarom begin je daar dan niet mee? Nou, gewoon. Wacht even. Hier stond interact. Wat zie je? Ligt hier iets langs de weg? Waar? Kijk hier. Een soort alien plant of zo. Report. Oh. Maar ik weet niet wie dit gaat roken, maar ik ben down, hoor, boys. Wat doen we? Hotbox in die auto? Ja, dat gaat moeilijk met open dak. Maar goed, we kunnen het proberen doen. Je hebt gelijk. Lang niet gek, hè? Zo, zo, zo! Ready? Lang niet gek, hè, die besturingsskills van jou. Thanks, man. Ready? Zit je erin? Want ik kan het niet zien. Ja, ik zit erin, gast. Oké. Ben maar ready. Hopelijk vang je met een betere hengel meer kijkcijfers. Wat de fuck is dat nou weer voor reactie? What the fuck, bro? What the fuck? Wat een hater! Lullig? Ja, jullie mogen een voorspelling doen. Hoe groot denken jullie dat de grootste vis gaat zijn die wij vandaag gevangen met z'n drieën? Ja, ik heb dus toch gevraagd aan mijn Discord wat het de vorige keer record was. Maar ik kreeg nooit antwoord van iemand. Dus we helemaal kut. Zoals je kijkt, hier zit in mijn Discord. Zuig op een bal. 1 meter, 83 centimeter, 72 centimeter, 99 centimeter. Bro, weet je wat het record was van vorige keer? Oh, kut, hier is het niet. Nou? Jasper die had het gevonden. 71,85 centimeter. Dat was een joekel, hè? Ja, met 4,2 kilo. Zo, dat was lang niet gek, bro. Dus die, dat is zeg maar een pasgeboren kind. Maar ik vind, wel dat we, met een bootje het water op moeten. Want langs de kust vang je niet zoveel. Nee, bro, daarom ga ik daar nu heen, want daar zijn boten. Oh ja, toch? Gegarandeerd. Je kan recht die bootje huren. Ja, daar is een boot, ja. Ja. Die kun je niet langs. Natuurlijk. Domme. Voor een man heb je wel een beste reet, Jasper. Lang niet gek, gast. Oh, niet stoppen. Blijf vooral rennen. Oké, laat mij even bij jou in de boot aan. Oh, ben ik. Hoeveel man past daarin? Oh. Volgens mij twee. Ik zit erin. Zit je erin? Oh. Ja. Ja. Zo kut dat je die camera niet gewoon 3D kan zien. Ja, ik zou zeggen, misschien vanaf dit eilandje vissen. Ja, wat dat zeggen jullie, ik chat? Ook. Vanaf dit eilandje even uitgooien. Ik hoor weer iets. Oh, kijk nou, hier heb je weer dat, hier. Oh. Report. Purple loosedrift. Ja, is het diep hier? Nee, het is niet heel diep. Daar is het echt diep, hè? Dat is ja, wel we beter. Moeten het proberen, toch? We kunnen hier wel even eentje uitgooien. Ja, dat is goed. Dat is goed. Want ik denk dat ik meer favoriet ben voor het midden. Ik gooi er hier even eentje uit. Even kijken wat er gebeurt. Ik ga hier wel even gooien. Beter. Niet weer in mijn vaarwater gooien. Nee. Dieve zond. Dat deed het vorige keer ook al. Toen ving jij weer een vis, had ik weer geen vis. Nice. Kun je even wat minder lawaai maken? Je schrikt al die vis af. Hoe praat Don? Zo praat jij een beetje. Hoe diep heb jij hem? Ik 0,4. Ik 0,6. Hoe diep hadden we hem vorige keer? 1,5 meter? Nou, voor mij helemaal max. Dit is het leven, hè? Lekker vissen met de boys. Ik heb hem op 90 centimeter. Je sprak feiten, bro. Best niet. Oh, deze stering naar. Waar staat dat? Deze stering groot, bro. Dit is die legendary vis. Ik zeg het je nu.
Haal hem binnen dan. Ja, dan ben ik toch aan het doen of niet? Ja. Ik weet niet hoe groot deze vis is. Dit is echt een joekel, bro. Ja, heb je een joekel? Heb je hem binnen? Oh mijn god. Ja, dat is wel heftig. Dit is wel heftig, bro. Oh ja. Wat een gezeik. Top. Maar ik moet even meer op het hoekje gaan slaan, bro. Ah, nice. Zo. Weet je wat ik vet had gevonden? Als je een klein visje vangt, dat je die dan als aas kan gebruiken. Ja. Maar vissen jullie nu nog met minnows? Maar vis... Ja. Niemand vist toch met vis? Jawel. Tuurlijk wel. Je vangt ook haaien met een hengel, met een vis. Met vis. Ja. Hè? Waar dacht je dat je haaien mee ving, Milan? Met een stukje kaas? Ja, zo. Klap lopen. Zo'n goudse haai is dat. Roofvis vang je met aasvis. Mm. Met borrelnootjes. Ik wil denk ik naar het midden. Ik ook. Ja. Kunnen wij wel op jouw boot? Ja, toch? Ja. Je zit erin, toch? Ja, maar kunnen wij dan ook op de boot gaan staan? Volgens mij wel. Ja, dat is goed spel. Oké, even naar het midden toe, even naar dat zwarte, dat diepe. Dit is wel een beetje Loch Ness, hè, dit meer. Het is veel mooier dan die vorige locatie ook. Uitzicht is lang niet gek, hoor. Krotowski. Ik heb lekker chickie met snor naast me. Nice. Er moet wel levensmoe zijn om op Twitch naar vissen te gaan kijken. Bro. Het is de hele experience eromheen. Het is de interactie tussen mij, Jasper en Knol. En het is gewoon de vibe van de chat. En we zijn toch gewoon met z'n allen gewoon gezellig hier. Dit is gewoon prime content, nee? We zijn er. Maar je bent inderdaad wel levensmoe als je hier naar gaat kijken. Aight. Yo, Patrick. Hoe is het? Gooi jij even naar rechts, Jasper? Met die achterlijke snor van je? Kijk uit. Ja. Bijna het haakje in mijn bovenlip. Gaat goed. Paté. Ik zie het, ja. Mag niet gek. Goed. Dit is wel een prima plek. We zitten precies in het midden van het meer. Mooi, bro. Ah. Prime iemand content? Vraagt, heb je al iets aan je donkaaklijn? Oh ja, dat is een goeie. Zitten we dan? Hoe was je dag, bro 1? Jasper, wat zoek jij nou echt in een vrouw? Ja, zelfreflectie. Ja, dus als ze weet dat ze een psycho is, dan is het goed. Ja. Oké, okay. En jij, Knol? Wat is je favoriete eigenschap van je vriendin? En niet dat ze het hele huis schoonmaakt, want dat is geen eigenschap. Koken? Telt dat? Ja, bro, dat telt. Kan jou het schelen. Weet je wat Jasper zei, gast? Jasper zegt zelfreflectie, bro. Ja, ja. Dan ben je toch zielig? God, dikke reet, bro. Hoe bedoel je zelfreflectie? Ja, dan moet je een therapeut of een psychiater of een psycholoog vinden. Echt zo? Of een psychopaat, bro. Kan ook nog. Die weet ook wel vaak dat ze er niet aan. Ja. Ja, nou... weet je, kijk, ik vind vrouwen over het algemeen gewoon niet grappig, hè? Ik ook niet. Nee. Maar ik vind dus Elisabeth dan... Eigenlijk is Elisabeth de enige vrouw die ik ken... die ik gewoon grappig vind. Ja, maar dat is omdat je verliefd op haar bent, bro. Nee, maar dat was al toen ik nog met haar ging daten. Toen vond ik haar al grappig. Ja? Ja. De eerste date was al grappig. Dat ik dacht, ik lach om haar. What the fuck bezielt mij? Oké. Okay. Maar ze was oprecht al grappig. En ja... Ik vind haar grappig en dat is wel een mooie eigenschap. Ja, vind ik ook leuk. En zij is heel zorgzaam. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is ook een fijne eigenschap, hè? Ja, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Dus dat is als ik zeg, oh, ik heb een vervelend hoesje, dan krijg ik zeg maar al meteen een thermometer in mijn reet. Oh ja. En dat is meer dan voor mijn genot, hoor. Niet omdat het moet. Ja. En ja, dus dat is wel fijn, hè? Ja. Wat heeft Chanel? Ja, Joelle heeft gewoon een ongelooflijk dikke reet.
kan zo niet, bro. Nee, hey, bro, dit is even mannen onder elkaar vissen. Dit kan gewoon. Ja, het is gewoon vissen, bro. Het zijn visgesprekken, bro. Ja, dat is een gesprek die mannen hebben. Ben jij even te lachen? Het zijn gewoon visgesprekken, bro. Ja, ja. Joelle Denise in de chat. Wat hoor ik? Ik hoor het beneden. Schat, ik zei gewoon dat je allemaal leuke eigenschappen hebt. Zoals grappig, zorgzaam, lief. Maar ik vang niks, bro. We moeten even met die bocht dan gaan vissen. Bocht dan. What you fishing with? Kijk dan, die man trekt een 10 kilo trout eruit, bro. Oh, die bocht dan haalt er weer het uit. Ja, gewoon 6 kilo, bro. Bro, we moeten daarheen. Kom, we gaan gewoon met onze boot. Ja, we moeten naar die bocht dan. We moeten gewoon naar hem toe, bro. Hij staat linksonder. Waar staat hij? Eén in de chat gaan we bocht dan zijn hele dag verzieken, bro. Oh ja, hier. Ik ga hem gewoon... Ik send request met friends. Ik zie veel eentjes gast komen. We gaan ze hele dag opfokken. Ja, ja, ja. Ik ga even een waypoint neerzetten. Jasper, kun je even wat googlen voor mij? Wil je even googlen... typische mannengesprekken tijdens het vissen? Ja, google dat even, Jasper. Maak je stage dingen waar. What the fuck? Google even, inderdaad. Goeie. Typische gesprekken voor thuis vissen. Ja, ik google dat en je krijgt alleen maar shit over sterrenbeelden, bro. Ja, dan kunnen we toch over praten? Wat? Ik ga niet over sterrenbeelden praten, gast. Wie denk je dat ik ben? Omdat vissen een sterrenbeeld is. Blinker is een spinner. Die auto in. Onderwerpen om te bespreken met een kijk, man. Kijk, ons sprinten naar die auto ook, bro. Geweldig. Over koetjes en kalfjes praten. Ja, oké, okay, iets specifieker. Dit is kut. Ja, dit vind ik kut. Nou, oké, okay, hier. Ik heb vragen. Nou, vragen. Waar kijken jullie naar uit deze week of maand? Waarom, vind je dat, waarom begin je te gniffelen, bro? Ja, omdat jullie gewoon tering stil zijn. Dat boeit me echt gereed. We nemen de vraag in ons op. Ik vind het wel een goeie. Waar kijk je naar uit deze maand? Waar kijk je het meest naar uit deze maand? Ik denk naar het einde. Ja, die voel ik wel. Nee, waar kijken jullie het meest naar uit, chat? Misschien moeten we even het inspiratieput uit ja, chat. Goeie, chat, goeie, waar goeie, kijken ja. jullie deze maand, dus in november, nog het meest naar uit? Ja, chat. Loon, zegt iemand. Ja, ik ook wel, ja. Checks. Loon, salaris, zaterdag climax. Is dat echt een ding? Nou, een beetje uiteenlopend allemaal. Zwemmen, zegt iemand. Oh, ook leuk. Oh, kut, dat is een boom. Oh. Ik ga zaterdag kerstshoppen met Janelle. In een of andere teringgrote kerstding. Ergens in Leiden of zo. Ga je zijn dorp maken? Nou, wow. Dat niet, maar we gaan wel even een kerstboompje halen en zo. En, ik had mijn vorige kerstboom had ik gekocht bij de Action. Een neppe kerstboom. 25 euro bij de Action, gast. En was best wel een mooi boompje. Als 25 ballen. Ooit bij iemand thuis kom en diegene heeft een kerstdorp, geef mij dan geen kaars of aansteker, want dan dat hele dorp gaat de fik in. Ik vind dat zoiets raars en geks dat mensen een kerstdorp maken. Ik kan daar niet hoezo? Bij met mijn als mensen dat, ja, maar als mensen dat nou leuk vinden, bro. Ja, maar dat is prima. Alleen zo, niet als ik bij jou op bezoek kom, dat ik zo'n kerstdorp zie en allemaal pinkelingeting. Oh, jullie, het is Christmas. Ik vind kerst al kut. En dan ga je ook nog een dorp bouwen van niet bestaande dingetjes. Dat is gewoon kut. Dat wil ik niet. Oh, jij werd professioneel opgewonden van het hebben van mieren in je huis, bro. Hoe vind jij een kerstdorp kut? Ja, dat is... Hallo, dat heet interesse. Ik heb geen interesse voor een kerstdorp. Überhaupt niet in kerst. Maar ja, ik moet wel zeggen... Ik heb al wel een boekje voor mezelf gekocht... die ik ga lezen tijdens de stream op kerstavond. Maar dat is verder. Ga jij een kerst... hoe heet het zoiets? Een kersttoespraak houden? Nee, dat niet. Ik heb een boekje gekocht. En dat heet... Milan Red Kerstmis. Oh, kut. Ik liet dat ding vallen op mijn toetsenbord. Milan Red Kerstmis heet dat boekje. En dat is een kinderboekje met mijn eigen naam. Dus dat vond ik wel vet. Dus dat ga ik oplezen. Wanneer de kerstman in problemen komt, is hij bang dat kerstmis niet door kan gaan. Dus wie kan hem helpen om dit te voorkomen? Lukt dit jou? Ja, dat gaat me wel lukken natuurlijk. Ja, als jullie dachten dat ik main character syndroom had, hier, Mila Knolgast. Die heeft main character syndroom. Nou, ik ken iemand die overal zijn naam opzet. Ja, die is vast en zeker geen familie van jou, wel. Ja. Maar genoeg over Enzo en Milan Knol. Laten we het over Enzo en Milan Knol hebben. Ja, I like it. Ik heb een kerstdorp. Nou, Marijn, prima, maar dan kom ik nooit bij jou thuis. Ik moet even dit compliment voorlezen, Milan, want ik heb dit even nodig. Ja. Je kijkt je streams zoals in corona is altijd gezellig en genieten. Het verveelt nooit. Van iets grappigs tot iets serieus, alles wordt besproken. Het wordt gewaardeerd, ga zo door. Zien...
We doen het voor jou, hè? Dat weet je. Bedankt voor je lieve compliment. Milan krijgt die nooit in zijn chat, dus ik denk, lees hem even hardop voor. Ik kreeg net, waarom ben je weer live? Bro, zou je er niet eens gewoon mee kappen? Gewoon die. Ja, gisteren was je ook al live, hoezo weer? Oh, flinke off-roader, hou met die jeep van je. Ja, tering. Dus ik ben de afslag vergeten. Ja, keert je hand niet om voor een beetje lakschade wel. Kijk dit. We rijden langs hem. Ja, we rijden langs Bochum. Waar is hij nou? Daar is hij. Chat. Je moet naar dat piertje hier rechts, denk ik. Ik denk dat je daar de boot kan pakken. Kijk, 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 kijk. Daar ligt hij met zijn bootje. Oh, wat een vette boot heeft hij. Zullen we ook allemaal een eigen boot nemen? Ja, kom. We gaan hem helemaal opfokken. Nou, helemaal. Hij is level 71. Nee. Er is no way, bro. Kijk hem staan. Oh mijn god, wat een legend, bro. Nice, man. Ik hoor weer iets. Oh, heeft er een bloem daar? Ligt een bloem in het water daar? Hij vist met een soort nepvis. Dat is zijn haak, zie je? Zie je dat? Ik ga even dichterbij bekijken. Oh, ik zit in hem ineens. Iemand in mijn chat vraagt, kan je niet dynamiet vissen? Nou, dat is als in 1700 verboden. Wat heeft hij als haakje dan? Gewoon een andere vis toch gewoon? Wat is dat voor haak? Ja, hij heeft een of andere gekke haak. En besef hè? Die guy is AFK, die komt dadelijk terug, staat er 3 man op zijn spot. Ja, sommige, ik doe mijn best, gast. Ze happen niet, hè? Het is weer kerst. Ik heb er zin in. Ja, dat heb ik niet geschreven. Dat was iemand anders die dat schreef. Ik heb eet. Rote? Nee, is hem niet. Laat maar doen. Niet boeiend. Euro Truck Simulator. Ik zag ze net hier aan het oppervlak. Nou, dat kan ik wel een keer doen. Ja, ik heb op 0,1 heb ik... 0,1 moet je vissen. Dan krijg je... Oh, deze is hartstikke groot, joh! Hier! Oh, zo. Mijn, die Bogdan is geliefd, bro. Nee. Even in de fucking chat, bro. Bogdan zag ons en die dacht, fuck deze guys, bro. Kut, sorry. Hij haalde alles binnen. Volgens mij is dat gewoon een joekel die jij hebt, Milan. Ja, ik denk het wel, man. Ik ben wijs stil, want anders gaat Kaak weer huilen op stream. En dan weer allemaal TikToks en zo daarvan. Lullig. Mensen maken nooit echt TikToks van mij. Nooit dat ik mezelf echt terugzie op TikTok. Vind ik best jammer, eigenlijk. Nou, dat heb ik ook niet. Ja. Waarom kan ik hem secure? Ja. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Zo! Kan zo! Mop. Dit is niet normaal! Deze is groter dan mijn hele toekomst. Hou hem even vast, want ik ben ook echt een joekel binnen aan het halen, bro. Wacht even. Hoe diep was dat? Dit was 0,3. Of 4, ik weet het niet meer. Wat? Wat heb jij? Draai eens om, kijk. Draai eens om. Grappig, man. Iemand in mijn chat zegt kleine speler. Ai. Waarom heb jij weer zo'n fucking dikke vis gevangen, bro? Wat doe ik fout? Dit is insane. Met wat vis jij? Deze is 3,95 kilo en 52 centimeter. Dus hij is wel kleiner dan de vorige, maar... Oh. Maar met wat vis jij voor aas? Ik ga je opnoemen wat ik gebruik. Ik heb aas, pearl, barley. Wat is de bovenste meter? Is dat hoe ver die wegzwemt? Ja. Hij zit op 43 meter, 44 meter? Ja, die van mij op 80 meter, bro. Bro, hoe? Hij zwemt alleen maar verder weg, Milan. Wat moet ik doen? Oké, zorg dat je spanning op 3/4 staat. Dan kan je, als je zeg maar hengelt, kan je hem op 3/4 hebben. Iets hoger, iets boven 3/4 ongeveer. Moet je rechterklikken? Nee. Je moet niks met rechterklik doen. Gewoon linkerklik. En je kan wel blijven dan haken. Je kan even binnenhalen. Dat kan wel. Maar dan moet je tegen die 3/4 zitten. En zo pak je een beetje een balans. En op een gegeven moment weet je wat de juiste percentage is. En de juiste balans. Omdat je weet, die vis kan niet meer kracht zetten. Bro, je praat veel, bro. Maar ik heb er geen reet aan. Ik ben die hele tank. Ik moest dat toch uitleggen. Ja, mijn fucking vis is op 95 meter op het moment, bro. Ja, dan kun je net zo goed laten gaan. Ik weet niet wat de fuck jij aan het doen bent, gast. Ja, dit is waarschijnlijk gewoon de grootste vis van de avond. Ik ga dat niet laten gaan. Maar dan doe je toch iets fout, bro? Dit is de andere kant van het meer, 100 meter. Ja, ik weet het, maar... Ja, dat voor elkaar. Wat moet ik doen? Wat wil je dat ik doe?
Dat heb ik niet uitgelegd, maar ik praat te veel. Maar hoeveel percentage, bro, moest ik? 30% of zo? Nee, doe jij maar 5. Ja, maar ik zit nu op 20% en dat is helemaal dat is veel te weinig! Ja, maar nog steeds is heel het ding rood, bro. Dus ik... Ja, dan doe je echt iets fout, ik weet het niet. Ik probeer het echt uit te leggen. Maar je kan ook even naar de shop gaan om een nieuwe lijn te kopen. Ja, ik ga naar de winkel, want mijn lijn is gebroken. Oh. Maar ik kijk. Want ik haal nu gewoon binnen op 60% en hij gaat prima. Dus ik kan hem nu hoger zetten. En als ik hem hoger zet, kijk, dan gaat hij nu in het rood. Maar dit rood is prima. Dus meer dan 3/4, maar is best. Maar als een vis 5 kilo is, dan kan hij maar het maximale kracht zetten met zijn 5 kilo. Ja, dus dan weet je op een gegeven moment waar de balans zit. Tussen de kracht die je kan hebben op je spinner. Het lijkt net alsof ik tering veel verstand hiervan heb. Terwijl dit is gewoon wat we echt al 2 afleveringen doen ook gewoon. Ja, maar jij hebt een andere hengel, bro. Dat is wel waar. Nee, ik heb geen andere hengel. Ik heb een andere... lijn. Ik heb wel een andere hengel. Andere lijn, dat wel, ja. Ja, jij kan meer kilo aan. Dat klopt, ja. Ik ga voor grotere bitches. Heb jij monofilament? Nee. Nee. Jij hebt fluorocarbon. Ja. Ik heb weer beter nog. Lekker, man. Dit is een taaie, chat. Dit is een taaie. Oeh, dit is een taaie, bro. Ik moet hem gewoon moe maken, bro. Ik moet hem gewoon moe maken, chat. Knol? Ja. Dit is hem. Dit is hem echt, Knol. Dit is hem echt. Meer dan 1,37? Ja, dit is hem. Lekker, man. Lekker, man. Maar 18 meter hou ik hem op. 3/4. Ik hou hem redelijk strak. Ja, dat zou chat, ik proberen. Gooi nu je predicties in de chat. Hoeveel kilo? Iemand zegt 4. Oké. Okay. Ik denk het niet. Ik denk 1, oh, ik zie jouw vis hier. Ik denk 1,6, man. Oh. Lijn gesnapt. Ik hoorde heel erg in de verte. Fuck. Let's go. 2 kilo, kleintje. Oh, bro. Hey, je was dichtbij, ik zag het. Je lijn knapte. Oké, chat, dit is hem, bro. Ik moet nu echt even focussen, chat. Bro, die van mij is weer aan het springen, joh. Ja, die van mij gaat alleen maar verder weg, bro. Let's go. Oeh, dit is wel een bikke. Big one. Een biggie. Ja, die lijn die blijft maar breken, bro. Ik sta hier echt voor Jan fucking lul. Doe je hooksize dan eens weer even eentje hoger. Dan vis je wat kleiner. Kun je sparen voor een nieuwe haak. Ja. Een nieuwe lijn, bedoel ik. Oh. Maar ga ik hem binnenhalen of gaat hij alleen maar verder? Hij begon op 8 meter. Ik zit nu op 37 meter. Let's go. Ja, ik moet hem gewoon moe maken, chat. Dat is gewoon hoe het werkt, bro. 4,3 kilo, let's go. Milan, kijk even met mij mee, bro. Wat doe ik fout? Ja, meer spanning op je lijn sowieso nu. Als je dat doet, moet je ook percentage erbij gooien. Als je zeg maar hem naar links gooit, dan moet je hem ook meer spanning erbij gooien. Ik hou hem gewoon stil. Ja, maar je hebt 45%. Dan moet je meteen klik, klik, 60%. Gaat hij omhoog, bam, bam, meteen weer naar beneden, 50%. Zo houden? Nee, je moet niet de hele tijd zo houden. Dat is het dus. Maar dat heb ik uitgelegd, alleen mijn verhaal was te lang. Je bent zo'n guy die de manual niet leest en dan klaagt over dat het niet goed wordt omschreven hoe het moet. Hoe gaat die vis verder terwijl ik hem binnenhaal, bro? Er zijn vissen van 250 kilo. Ja, maar ik ga nooit naar de club. Dus die kom ik nooit tegen. Ja, zodra jij dus merkt van, hé, hij gaat helemaal geen weerstand bieden, Kaak. Dan gooi je meteen, dan druk je meteen op X 2-3 keer, 4 keer. Om meer spanning te doen. Zodra je dat die rood ziet, ga je meteen naar beneden gooien. Oh. Maar hij gaat alleen maar verder weg, bro. Ja, bro, ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Dan heb je misschien te groot gevangen en dan kan je lijnen dan niet aan. Wat heb jij, Jasper? 1,86 kilogram. Nice, man. Dan heb je al meer dan de Kaak. Lekker, bro. Bijna 2 kilo, man. Hey. Ja, man. Geleerd van de beste. Hier is een grote vis. Oh, cast miss water. Oh. Wil het lukken, Kaak, of wat? Ja, ik hou hem een beetje rond de 50 meter. Ja, dan doe je het bijna goed. Ik ga deze malfakker binnenhalen, bro. Dat is het laatste wat ik doe op deze avond. 2,3 kilo! Ik ga mezelf echt 2 gifted. Of 10 gifted. Ik ga... Bro, 10 gifted als me dit lukt, chat. 2,3, Jasper. Bro, Jasper is je nu al voorbij, Kaak. Kom op. Hou je fucking back. Let op.
Kom op. Hoe lang ben ik nu aan het vechten? Voorbij. Je wordt ingehaald door een stagiair. Wow. Kom op. Jasper is geen stagiair. Je hebt ook die hengel te hoog, zegt iemand. Maar goed, joh. Kaak, doe jij lekker wat je wil. Yo, Bloos, het is voor die sub. Deze is voor jou, neef. Maar ik ga mezelf echt 10 gifted geven, bro. Ja! Je hebt hem. Oh ja! Oh, mijn... Eindelijk, bro. Oh, mijn god, bro. Hey. Nou. Lang niet gek, hè? Ja, hij is groot, bro. Lang niet gek, bro. Kijk dit. Netjes. 2 kilo, zei je? 2,8. Lekker, man.